Goedemorgen. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Niels die is de kindjes lekker fruitje aan het geven. Wat krijgen ze? Meloen met koek en brenta. Yes. Is het lekker, Liam? En ze leven nog. Ja, Niels heeft het gemaakt. Jordi, is het lekker? Jordi is een beetje boos, want die wil eigenlijk filmpje, maar papa doet geen filmpje aan. En Sam is zelf gedraaid op zijn zij. En ik ga nou boven aan de gang. Wat zeg je, Niels? Nou, dan blijft hij zo zitten met de lepel in zijn mond. Oh ja, Jordi heeft er een handje van om een lepel in zijn mond vast te zetten. En dan laat Niels zijn lepel los en dat is niet meer leuk. Ik ga boven verder en ja, dat dus. Ik was dus bezig boven en toen stond er iemand aan de deur. Niels die pakte het pakketje aan, maar dat is het vaderdag cadeautje voor Niels. Die heb ik besteld. Niels heeft hem nog niet gezien, maar hij weet wel dat hij zoiets krijgt. Maar hij heeft hem nog niet gezien. Maar dit gaat hem worden. Hij kijkt toch de vlog niet, dus dat kunnen jullie gewoon zien. Dit komt dan langs de voordeur. Leuk hè? Ik vond hem zo leuk. Dus die ga ik maar even verstoppen. En dan tot 20 juni bewaren. En inpakken natuurlijk, hè? Want ja, het is toch vaderdag. Ik ben even naar de kapper geweest. Het zit weer lekker kort. Heerlijk. Wat ik wel merk is, ik heb haaruitval. Ontzettende haaruitval. Vanuit de zwangerschap. Dat heb ik zowel bij Liam als bij Jordi ook gehad. Maar ja, dat groeit uiteindelijk wel weer aan. Maar ik ben wel weer lekker kort en het is blond. En oh, heerlijk. Ik kan weer even er tegenaan. De broer van Niels die is op dit moment nog aan het schilderen. Ik heb eten gemaakt en we gaan zo even lekker eten. Ik heb couscoussalade gemaakt. En er zit dan roerei bij. Tonijn en surimi. Ik was weer vergeten te uploaden, dus ik ben het nu aan het doen. Maar nu gaat Liam even lekker nog spelen met water. En dan ja, eventjes gewoon nog even ontspannen, want en vanavond moet ik hier beneden doen, want morgen komt een nieuwe visio weer. En rustig aan. We doen het gewoon. Maar ik ga Liam nu niet filmen, want ik ga hem lekker in zijn blote kont laten spelen. Deze grote vent kreeg nu lekker zijn flessie. Hij heeft nog even lekker buiten gespeeld in zijn naakte kont. En dan gaat hij zo naar bed. We hebben hem lekker eventjes helemaal afgewassen met een washandje en lekker ingesmeerd weer. Ja. Hij doet dat gelijk als hij ziet dat hij op de camera zit. Zelfs als ik FaceTime met mijn moeder doet hij dat. Niet doen. Dan zit je weer helemaal onder. Ik ga eventjes verder met hem. Jordi had zijn thuis taxi gevonden. Die lag nog op de bank. Liam ligt lekker op bed. Die heeft nog even met zijn waterparadijs gespeeld. Ja, dat had ik al gezegd. In zijn blote kont, dus daar hebben we niet gefilmd. Mijn broer heeft nog wel geschilderd en die is nou naar huis. Ja. En Jordi gaat zo naar bed, hè? Ik ben ondertussen Jordi aan het kriebelen. Ik vind die lekker. Eventjes nog knuffelen voordat hij naar bed gaat. En papa, wat vind je nou van mijn kapsel? Je hebt weer een stoel koppie. Het ziet er wel lekker fris uit. Zijn we allemaal weer onder handen genomen. Ja. Behalve Sam, want die zit van nature al goed daar. Ja. Dat is gewoon een natuurtalent. Daar hebben we ook het meest op geoefend eigenlijk dan, hè? Op Sam?
Nee, voordat Sam er was, zeg maar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Heel veel oefening baat kunst. Ja, nu kunnen we niet meer. Ja, we kunnen wel oefenen, maar er gebeurt niks. Ja, schatje, zullen we nog een vierde doen? Nee, bedankt. Kan niet eens meer. Oh, heb ik dat verteld? Oh, dat was ook weer dom van mij dan. Nee, we gaan deze grote vent naar bed krijgen en dan gaan we dadelijk Sam in bad doen. En dan gaan we even een beetje opruimen, morgen hebben we weer fysio. Yes. En dan zit de week er alweer bijna op. Ja, hij is nou door midden. Een hele goede morgen. Liam die is van alles aan het uitvreten. En Niels die wil hem op zijn donder geven. En dat is best grappig eigenlijk. Nee, ik wou hem een ei over zijn bol geven omdat hij hem in de box liet. En op het moment dat ik dat doe, gooit hij hem overheen. Ja, of Liam, die doet de hele tijd spullen over de rand van de box heen gooien. En dan kijkt hij zo. Pop! Dat is zo grappig om te zien, maar ik mag er helemaal niet om lachen, want hij moet eigenlijk op zijn donder krijgen. Nee. Je kleine boef. Ja, boefje. Liam. Wat wil jij vertellen, Jordi? Dat papa en mama zo aan moeten kleden, want Jordi heeft zo'n visio. Hoe heb je er zin in, Jordi? Met Wiedja, hè? Dan wou hij weer gaan, hè? Hier, hoppakee. Liam? Dat doet hij dus steeds. Nee. En dit heeft hij al gedaan. Terwijl wij zeiden dat hij dat niet mocht. Nee. Alles wat je eruit gooit is van mama. Ik ga even fruit maken voor de kinderen. Ze krijgen een meloen. Dus kijken of papa er ook een keer zelfstandig lukt om een fruitje te maken voor de kindjes. En wat is het eindoordeel van de chef? Ik weet het niet, moet je kijken. Ja, of het goed is. Ja, volgens mij is het gewoon prima. We hebben de verbandrommel niet nodig gehad en ik heb de keuken netjes gehouden. En de timing, het is nog geen 10 uur. Perfect. Kijk. Maar dat komt ook omdat ik zei tegen jou, je kan nog even fruit maken. Ja, nou verpest je mama supreme. Wij lopen even door het park naar huis. Hallo. Wij zijn teruglopen door het park van de stad. Yes. We hebben nieuwe schoenen gekocht voor Jordi. Ja. En voor papa en mama nieuwe slippers. Ja, we hebben nog wat nieuwe kleding bij de Zeeman gescoord. En een frietje bij de buurman. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan? Rondgelopen. Ja, vooral veel kilometers gelopen denk ik. Ja, en nou gaan we lekker naar huis. Sam wil ik de fles geven. En dan? Ja, en dan gaan we even rusten. Ja. Hier is Liam, onze kleine knabbelaar. Die heeft net al een klein ditje gedaan. Liam. Hi. Mama. Ja, waar is mama? Jou aan het duwen. En hier is Sammy met zijn zonnebril op. En Jordi. Yay. Hallo Jordi. Die is er klaar mee. Nou, Jordi ligt op bed. Liam is nog wakker, want ja, die had tussendoor geslapen. Dus ja, die gaat nou echt niet slapen. Ons Sammeke, die krijgt nu de fles.
En ik ga even laten zien wat we een beetje gekocht hebben. We hebben niet heel veel gekocht hoor, maar ja. Niels die kreeg ondertussen dat we aan het lopen waren, kreeg hij een blaar op zijn voet. Want hij had van die slippers aan wat de hele voet zo ver bedekt. En Liam is nou aan het klooien. Dus hij had andere slippers nodig. En toen heeft hij deze slippers gekocht. Heeft hij in ieder geval iets gehoord, hè? Ik ga eventjes bij die Piet Paniek kijken. Nou, Piet Paniek is weer rustig, hoor. Dus ik had Niels had slippers voor zichzelf gekocht. En voor Jordi doe ik nou elke keer in een plastic zakje zijn brood voor school. Dus ik zeg tegen Niels, misschien is het wel handig om een broodtrommel te kopen. Dat we die in ieder geval daarin kunnen doen. En ik heb een hoeslaken voor ons matras gekocht. Want eentje was, ja, die is kapot toch? Uh-huh. Dus in ieder geval, er was iets mee. En ik heb een soepjurk gekocht. Bij de zeeman. Een soepjurk. Ik ga hem nou niet aandoen, het is veel te warm. En ja. En ik heb voor zowel Jordi als Liam heb ik hetzelfde shirt gekocht. Mickey Mouse. Nog een Mickey Mouse. En ik heb voor Sammetje heb ik een hempie gekocht. En ik heb in de bed, Liam. Een leuk pakje gekocht voor Sammy. En ik heb een t-shirtje gekocht voor Sammy. Nou, Joef was even ontsnapt. Ik werd gebeld door de buurvrouw. Maar deze hadden jullie dus ook meegekregen. Deze is ook voor Sam. Het is van de Dalmatiërs. Auw. En Liam is weer van alles aan het gooien. En ik heb deze korte broek voor Jordi. En ik had ook, Jordi heeft weinig hemdjes. Maar ik vond deze ook wel leuk. Gewoon zwart effen. Is wel leuk. Haha. En deze heb ik voor Niels. Nieuw t-shirt. En ik had voor mezelf nog een leuk shirt gevonden. En ik had nog een leuk hempie gevonden. Of ja, een heel lang hempie. Een heel lange. Een jurkje is dat? Ja, maar ik heb meestal op een broek aan. Als een zesde jurk? Ja, ook goed. En ik had nog voor Jordi een t-shirt. En toen kwamen we bij, ja, hoe heet die winkel? Dat was allemaal trouwens Zeeman. Toen kwamen we bij, in ieder geval, dat is allemaal merkachtige schoenen. En ik had slippers nodig, gewoon wat fatsoenlijkere, goede slippers. En dan kwam ik deze tegen. En die vond ik wel heel leuk. Dus die heb ik ook gehaald. En, moment suprême, we moesten schoenen hebben voor Jordi. We wilden Vans halen, zoals we voor Liam een paar vlogs geleden hadden gedaan. Wilden we ook die Vans halen. Maar die waren er dus niet meer bij Omoda. Want ik haal meestal eigenlijk mijn kinderschoenen bij Omoda. En toen gingen we toch even de Bristol in. Gewoon om even te kijken. En toen kwamen we deze Adidasjes tegen. En die zijn heel stevig. En breed. En breed, want dat is wat Jordi nodig heeft. Een klittenband voor mama en papa. Ja, klittenband, want hij werkt natuurlijk niet mee om in zijn schoen te gaan. Hij geeft zijn voet wel aan, maar hij werkt niet mee. En deze hebben we dus gehaald. Nou gaan we nog wel kijken op internet of we die Vans toch nog kunnen krijgen. Want we hadden het met de verkoopster van Omoda erover. Van welke maat dan en blablabla. Dus wij hebben dit gekocht. Joef. En dan ga ik nu even Joef op de donder geven. Kom hier. En even zorgen dat Niels en ik wat te eten hebben. Ik ben nog eventjes met Liam naar de winkel geweest. Ik heb aardbeidjes gehaald, want Jordi die moet elke keer dat hij naar school gaat, krijgt hij wat aardbeidjes mee om te oefenen. En ik heb ook gelijk het eten voor vandaag geregeld. Ik heb ragout gemaakt, ik ben rijst aan het koken voor de jongens. En lekker groentjes erbij.
En Niels en ik eten het met een pastijtje. En dan gaan we zo dadelijk smullen. Kindjes liggen op bed, zijn opgefrist, alles. Slapen ook. Ik ben net gedoucht. Ik ben weer nog opgeruimd. Nou moeten we wachten op Sam. Ja. Sam krijgt nog één fles en dan gaat hij ook lekker slapen. Jazeker. En ik ga deze ups en down ook editen nu. Dus wij gaan bij deze ook deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.